ben Monique Klaarijs en ik woon dus hier in Nieuw-Vossemeer sinds nog maar kort hoor, nog maar 2 jaar. Corrie van der Velde en ik woon en ik ben geboren in Nieuw-Vossemeer, dus ik ben heel erg vanuit het dorp zeg maar. Ja. Jullie zijn samen met nog een aantal mensen en organisaties de Burendag hier gaan organiseren. Kan je me kort zeggen met wie je dat allemaal doet? Ja, dat zijn met verschillende mensen. Corrie is in ieder geval vanuit de KBO. Ik ben samen met nog 2 anderen vanuit de buurtvereniging Boerengors ook aangesloten. We hebben nog 1 iemand vanuit de gemeente die ook het oppakt. Nog iemand van de braderie. Precies, en Bouwclub De Hoogte doet mee. En iemand van de molenvereniging die eigenlijk niet meer bestaat, maar nog steeds actief is. Dus... En natuurlijk de Boerengors, die zelf, die in ons enorm, die hadden de faciliteit en daar zijn we bij aangesloten. Dus dat is gewoon heel mooi. Ja. Er is een heel programma al opgesteld, kun je daar al iets over zeggen ook? Ja hoor, we beginnen met koffie, thee en een koek. In ieder geval ook een gezellig samen zijn natuurlijk met z'n allen. Ook nog onder het genot van een lekker broodje, wat drinken. We hebben een springkussen staan. Vosmeers Kabaal, de jeugddweilband van Nieuw-Vossemeer, ja. Die komt optreden. Een DJ hebben we nog erbij. Ja. Pannenkoeken voor de jeugd hebben we ook nog gedaan. Ja. En de drankjes erbij, 2 consumptiebonnen erbij. Dus. En dan wil ik het aan toevoegen, want als mensen nu denken, oh jee, Vosmeers Kabaal en een DJ, oh die ouderen durven dan niet meer. Maar jongens, we passen het programma zo aan dat het voor iedereen echt toegankelijk is. Dus wees niet bang, kom gewoon langs. Gezelligheid is het belangrijkste. En voor wie de plek niet herkent, waar moeten we zijn? Bij de Pannenkooi, ja dat is aan die kant, dat zie je nu niet achter ons. Aan de Marijntje Gijzenstraat. Hoe laat beginnen jullie en wat is de datum? Ook niet onbelangrijk. Ja, dat is zondag 25 september van 11 tot 4. Ja, dat is het. En iedereen is welkom? Iedereen is van Nieuw-Vossemeer is welkom. Zeker weten. Breng het bezoek ook maar mee. We zijn bij de Coop in Kruisland in de Molenstraat. En we zijn hier om dat jullie ook een burendag gaan organiseren. Wil je eerst even voorstellen? Ja, ik ben Fanny Schrouwen en ik ben de eigenaresse van de Coop hier. Hey, jij? Ik ben Rob Rijshouwer. Ja, Malo die 20 jaar geleden hier is komen wonen en van alles meehelpt met organiseren. En het gezellig hoopt te maken in Kruisland. Zijn jullie samen verantwoordelijk voor wat er met Burendag gaat gebeuren of zijn er nog meer mensen bij betrokken? Ja, mijn broer is er ook nog bij betrokken. Ja. En die is op het moment op vakantie, ja. Dus de eer is aan jou. Ja, klopt inderdaad. Ja. Kun je kort iets zeggen over wat er gaat gebeuren op Burendag? Ja, Burendag is normaal gesproken op 4, 25 september, landelijk. Alleen wij zaten op dat moment met een kermis die hier dan in Kruisland is en niet verschoven kon worden. Dus we zijn uitgeweken en we hebben samen gezocht naar een goede datum. En dat is 11 september geworden. En voor ons was het van belang, althans ik vond het van belang dat het een burendag is voor iedereen. Voor jong, oud, arm, rijk, noem het maar. Iedereen in Kruisland. En waar doe je dat dan? Dan kan je wel weer zeggen, we doen het op de markt waar het een beetje het centrale punt is. Maar ik vond eigenlijk dit wel heel leuk om het nu hier in de Molenstraat, dat is de hoofdstraat van Kruisland, te doen. In samenwerking met de Coop. Ja. Want jullie rol in de organisatie is? Ja, wij gaan de lunch verzorgen en... Ja, het eten en het drinken. Ja, dus ja. Bijdragen aan de gezelligheid, dus. Van hoe laat tot hoe laat is het eigenlijk te doen? Het begint om 12 uur. Toch? Ja, wacht, ja 12 uur tot... 6 uur, half 7. Ja, zoiets. En is iedereen welkom of is de dag ook wel echt bedoeld voor buren, oftewel de inwoners van Kruisland zelf? Nee, die is bedoeld voor de inwoners van Kruisland. Want iedere kern houdt zijn eigen feestje, zijn eigen burendag. Helaas niet allemaal op dezelfde dag, want dat was het idee. Ook vanuit de gemeente. Maar dat kon inderdaad niet. 2 kernen die houden het op een andere dag.
Ja, en waarom hier de locatie, dat komt een beetje om, het idee kwam uit voort dat ze dat er ooit een jubileum, twee keer een jubileumsfeest is georganiseerd door de koop zelf. Waar eigenlijk jong en oud aanschoof hier ook weer op dit terrein van de koop. En dat was zo'n groot succes dat ik eigenlijk zoiets had, ja, dat moet ook op Burendag zo kunnen. Dat smaakte naar meer, letterlijk en figuurlijk. Ja, inderdaad. Ja, het was echt zo gewaardeerd door iedereen eigenlijk. En ja, het was gewoon heel leuk. Dus dat was eigenlijk wel een logische stap, denk ik. Hè? Ja, 1-2, hè? Ja. Hebben jullie nog een uitnodiging of een boodschap voor de kijkers? Die misschien nog twijfelen of ze wel of niet willen of gaan komen? Ja, ze kunnen bij ons sparen voor de gratis lunch, zeg maar. Dus als ze bij ons bij elkaar sparen, is het ook nog gratis. Dan krijgen ze ook nog consumpties erbij. Dus, ja. Dat is ook het leuke dat nu ook geleefd wordt na die Burendag. Herkenbaar door die spaaractie. Niet alleen voor de lunch, maar ook voor bingokaarten. En dan leeft het al eigenlijk min of meer. En dan weet de koop ook een beetje ongeveer op hoeveel mensen er gaan komen. Want gaan er maar aanstaan een lunch organiseren. Daar kan je voor 20 van doen. Maar kunnen er ook rustig 180 zijn. Merk je dat het leeft? Ja, ja, maar de meeste mensen die willen gewoon alles in één keer voor het heel het gezin sparen en dan leveren ze het in. Dus, Hallo, ik ben dus Rian van de ontmoetingswinkel in Steenbergen. Dit jaar is aan mij de vraag gesteld of ik de Burendag wil organiseren. En dat doe ik met liefde en plezier. Kort even, weet je al een beetje wat er die dag allemaal gaat gebeuren? Dit jaar hebben we al voor de eerste keer natuurlijk de Burendag zo groots uitgepakt. Er zijn in totaal 10 locaties in Steenbergen. 8 daarvan is speciaal georganiseerd. En 2 daarvan die doen altijd op hun eigen houtje de eigen Burendag. Dus dat komt helemaal goed. Wat is de datum hier? Want per kern en dorp en plaats is het nog een beetje verschillend, hebben we begrepen. Steenbergen heeft ervoor gekozen om het op zondag de 25e te doen. Dit is zeer bewust gekozen omdat op zaterdag toch nog heel veel mensen aan het werk zijn. En we proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken. Ook de mensen die normaal gesproken op zaterdag een sport doen. Of die moeilijker de deur uit kunnen. Daarom op zondag. En weet je ook iemand die denkt van nou, ik wil eigenlijk wel een keer daar naartoe, wil komen kijken of meedoen. Zien die ergens een programma? Waar kunnen ze kijken om meer te ontdekken over waar wat precies te beleven is? We hopen zo snel mogelijk het programma helemaal rond te hebben. Omdat je zult begrijpen, 10 locaties, het valt niet mee om alles rond te krijgen. Op elke locatie zijn ook heel veel activiteiten. Van koren die optreden, er zijn dwelbands die door de stad lopen. Verschillende open dagen zijn er. De stadsherauten doen mee. Dus om alles rond te krijgen en exacte tijden, daar zijn we nog wel even bezig. Maar dat wordt zeker bekendgemaakt. We hebben begrepen dat je daar ook best nog wat hulp bij kan gebruiken. Wij kunnen alle hulp gebruiken. We gaan proberen om in speciale wijken worden de uitnodigingen ook persoonlijk uitgedeeld. Dus daar hebben we hulp bij nodig. We hebben hulp nodig op de dagen zelf, zeg maar, om de koffie te schenken en een hapje te verzorgen. Enzovoort, enzovoort. Dus alle hulp is. En ook glazen potten. Een grote oproep voor glazen potten. Schone glazen potten met deksel. En als mensen denken, nou ik wil helpen of ik heb nog wel eens een pot, waar kunnen ze zich melden? Ze allemaal bij mij aanmelden in de ontmoetingswinkel. En alle hulp is welkom. Dankjewel. Heb je toevallig nog een boodschap voor de mensen die denken van nou, zal ik wel, zal ik niet? Het magische woord dit jaar is verbinden. Dus laat ook die dag een verbindingsdag zijn. Dus iedereen is welkom. Jong, oud, alle landen, iedereen. Nou, ik ben Diana Bosman. Wij zijn van Stichting OVW. En wij organiseren alle evenementen op de Welberg. Ja, ik ben Anouska Martens en zit ook al een tijdje bij OVW. En wij organiseren de Burendag onder andere ook. Wanneer vindt die plaats bij jullie? 24 september. En waar? In de Hoogstraat bij de Duiventoren. Weet je ook al van hoe laat en tot hoe laat? Ik dacht van 2 tot 11 ongeveer. Ja, van 2 uur tot 11 uur. Ja. En wat gaan mensen die er naartoe komen allemaal beleven? Nou ja, net als eigenlijk voor de corona hebben we het ook al gedaan.
gewoon een hele gezellige dag, middag. En lekker met eten, allerlei foodtrucks. Voor de kinderen leuke spelen bezigheden. En ja, gewoon een hele leuke, gezellige binnen de middag, zeg maar. En avond. Wat was er 's avonds nog te doen? Ja, 's avonds hebben we ook nog wel optredens van een muziekbandje. Tweeledig zijn ze. En we hebben een hele leuke DJ Vinyl, die allemaal van oude plaatjes heeft. En ja, het moet worden gewoon een gezellige dag. Gewoon met mensen elkaar weer zien en even een praatje maken. Je merkt dat mensen er echt behoefte aan hebben weer. Zeker na de coronatijd. Dus ja, we hebben er zin in. En hebben jullie alles al op de rit? Kun je nog hulp gebruiken wellicht? Nee, alles loopt wel. Dus, ja, in principe wel. Alles loopt prima. Dus dat is alleen maar positief. Okay. En iedereen is welkom, mits uit de Welberg zelf? Nee hoor, het mag ook van buiten de Welberg. Als je gewoon zin hebt in een leuke middag, avond, wat dan ook. Iedereen is welkom. Wij zagen ook voor de coronatijd dat mensen uit de Welbergenaren komen. En dat was ook heel leuk. Ja. Want dat was toch al een tijdje geleden dat ze elkaar gezien hadden. En ja, dat is eigenlijk ook een beetje het doel, hè? Gewoon dat mensen elkaar weer ontmoeten. Moeten mensen zich aanmelden of kunnen ze gewoon die dag lekker aanschuiven? Nee hoor, niet aanmelden. Gewoon lekker lekker langskomen. Ja. Altijd goed. Dankjewel en veel plezier alvast die dag. Ja, en allemaal tot 24 september. Ja. Goedemiddag, mijn naam is Chris Methorst en ik ben kerncoördinator bij de gemeente Steenbergen. In september worden door een hele hoop initiatiefnemers en vrijwilligers verschillende activiteiten georganiseerd voor Burendag. En jij bent natuurlijk ook van harte uitgenodigd. We willen je bij deze wel ook oproepen om ook even te denken aan die buurman of buurvrouw. Die misschien die dag wel alleen thuis zit. Neem iedereen eens mee, want ze zijn allemaal van harte welkom. Vandaag vind je ons bij de Stellen. Daar gebeurt ook een hoop op Burendag. Op 24 september is er een heel middagprogramma georganiseerd door de evenementencommissie van De Heen. Door De Heen vind je allerlei kraampjes waarop inwoners al hun creativiteit kunnen showen aan iedereen die hen wil bezoeken. Er zijn hapjes verzorgd, een drankje erbij. Het belooft een hele gezellige middag te worden. Meer informatie vind je op de Facebookpagina van de evenementencommissie De Heen.